zijn Finn. Ik wil best komen 23 september, maar het wordt geen cabaret. Dus wat gaan we doen dan? Ik moet van tevoren wel weten wat we gaan doen. Want als ik van tevoren niet weet wat we gaan doen, ja, hoe moet ik dan weten wat we gaan doen? En als ik niet weet wat we gaan doen, ja, hoe moet ik dan weten wat we gaan doen? En ja, dan krijg ik het niet bij elkaar in mijn voorgeprogrammeerd geconditioneerde kut. En dan snap ik het niet. Ja, maar ik wel. Ik snap het wel. Het is ook niet niks, hè? Om zomaar uit je veilige, warme, zachte, zelfgecreëerde bubbly te stappen. Daar is warrior bloed voor nodig. Hè? Want dat is precies wat wij gaan doen, die bubbel. Hè? Dat is de plek waar de strijders zich onderscheiden van de schapen. Waar de diamanten worden geslepen. Dat is waar medicijnwerk over gaat. Het loslaten van al je conditioneringen, je bullshit, je ego. En om zonder die oogkleppen eens te kijken. Echt te durven kijken naar het leven, de wereld en jezelf. Hè? Wat ben ik? Wat doe ik hier? Waarom ben ik? Dus wat gaan we doen? Het wordt een Ask Vincent Anything. Anything. Jullie mogen me alles vragen, maar de psychedelic edition. Dus het zou leuk zijn als het gros van de vragen dan gaat over medicijnwerk, creatie, bewustzijn, psychedelica, etc. En als klap op de vuurpijl ga ik ook nog eens op mijn gong rammen. Ik ga medicijnrituelen doen. En maak je niet druk, een dag niet gelachen is een dag niet gevincens. We gaan er een geweldige avond van maken. En het zou voor mij een grote, grote eer zijn jullie daar te mogen verwelkomen. Zodat jij, wanneer je het ooit in je gore harses haalt om jouw bewustzijn te gaan verkennen, jij in ieder geval goed beslagen ten ijs komt. Maar pas op hoor, ijs is glad. Maar dat is juist het leuke ervan.